Hi, mijn naam is Hoyt Boek. Ik ben 20 jaar en self-made miljonair. Ik werk 15 minuten per dag en dat doe ik achter mijn laptopje. Ik woon in Dubai. Dit is mijn huis. Hier doe ik yoga of hier chill ik. Geniet ik van de natuur. En toen ik 1 jaar oud was, startte ik mijn eigen bedrijf. Mijn eigen online marketingbedrijf. En kijk me nu, miljonair. Ik heb de liefde van mijn leven ontdekt. Ik heb een huis gekocht. Ik ben super gelukkig. Ik verdien veel meer dan modaal. En jij kan dat ook. En ik ben knap. Dat is bullshit, man. Hoe zat je als baby al op de HAVO? Ik ben al sowieso niet knap. En 15 minuten per dag werken? Bullshit! Je bent een gekke oplichter. Hoe kan je dit verkopen? Je bent even... Herken jij jezelf in een van deze dingen? Jong, ongelukkig, opleiding, 9 tot 5, doelloos, oud, skeer, moe, skeer, prostaatklachten, skeer of skeer? Dan ben je bij mij op het juiste adres. Ik ga jou helpen je eigen online bedrijf op te zetten en tonnen te verdienen. Dus stop met je werk, stop met school en koop mijn cursus. Voor ik ga beginnen over de inhoud van mijn cursus wil ik het even hebben over mijn jeugd. Ik heb een moeilijke jeugd gehad, mijn ouders moesten dag en nacht keihard werken voor de kost. En daardoor moest ik heel veel dingen zelfstandig doen. Ik moest voor mezelf zorgen. Ik sliep op de grond, bakte mijn eigen brood en ik zong mezelf in slaap. Maar je zei net dat je miljonair was. Oh ja. Ik was slechts 1 jaar oud en leefde een ingewikkeld leven. Ik moest keihard werken voor de huur. Ik was eenzaam en ik bakte mijn eigen brood. Je had toch een koophuis? Hoe moet je zo opeens huur betalen? Klopt niet. Ik was heel jong, had een hele lage hypotheek, een keimooi huis en was super... Wie schrijft deze bullshit? Ik heb het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk gehad. Ik had echt de beste jeugd die er bestaat. Ik was miljonair toen ik 1 was. Alle kennis en ervaring die ik heb opgebouwd in de afgelopen 20 jaar, het zit allemaal in die cursus. Ik heb heel veel fouten gemaakt. En deze fouten kosten me ook heel veel geld. Dit is mijn grootste fout en gelijk het begin van mijn verhaal. In 2002 leende ik geld van de bank. 4 miljoen euro. Maar toen, een straatroof. Onrecht. Ik werd beroofd van de 4 miljoen euro en het was weg. En gelijk zat ik in de schulden. Je had 4 miljoen contant. Ja, het zat in mijn zak. Mag ik mijn verhaal doen of niet? Zoals je ziet was het heel veel vallen opstaan. Maar dankzij mijn cursus is dat voor jou niet nodig. En heel veel mensen waren je voor met deze cursus. En verdienen nu tussen de 25 en de 45.000 euro per week. Kijk maar naar deze grafiek. Is duidelijk toch? Hier, kijk naar deze. Zie je? 45, kijk naar deze. Dat is veel geld, hè? Luister even naar wat voorgaande klanten. Luister hun verhaal. En laat je overtuigen om mijn cursus te kopen. Ja, zeker. Ik was zeer tevreden met de cursus. Op het moment dat ik hem kocht, toen... Niet kopen. Hij is een oplichter. Ja, hij pakt al je geld. En hij geeft je informatie die je gewoon op internet kan vinden. Kijk, die cursus, eerste instantie. Ik dacht, bro, we gaan hier geen doekoe maken, man. Maar voor ik het wist, bro, ik maakte gekke doekoe. Ik zweer het je, broer. Ik maakte gekke doekoe door die cursus. Maar toen ik zag dat ik werd geflasht, toen heb ik wat gekke oefen gezet, heb ik gekke doekoe gemaakt. Nee, Ilias, het is niet... Dat soort informatie moet je hier niet delen. Dat is niet de bedoeling. Wat dan? Dames en heren, luister goed. Mijn cursus, de Hoyt Boek cursus, die ik met bloed, zweet en poep in elkaar heb gezet, heeft normaal gesproken een prijs van 7805 euro. Maar alleen vandaag, en dat is puur omdat ik in een goede bui ben, alleen vandaag geef ik 5 euro korting en kost het je slechts 7800 euro. Dus waar wacht je op? Koop die cursus en vul mijn portemonnee. Ik bedoel, vul je eigen portemonnee. Mijn naam is Ilya. Ik bedoel Henk. En ik raad die cursus aan.